Dames en heren, wauw! Daar zijn ze weer, die malle mannen van Lekker Spelen. Vandaag doen we een testje, een bonusvideo. Superleuke bonusvideo, jongens. Iedereen heeft hem al meerdere keren aangevraagd en wij bezwijken onder die groepsdruk, dat weet je. YouTube kan inmiddels die 60 frames per seconde aan. Maar ik heb geen idee hoe ik die, hoe ik dat moet opnemen. Nou, Peter, moet je even heel goed luisteren, jij mannetje. Je pakt gewoon die Game Capture HD 60 erbij van Elgato. Ja. Stop dat dingetje erin en je hebt gewoon die 60 frames per second. Oh, dat is, klinkt super, wauw. Komt dat goed uit, want ik wilde net die nieuwe functie van YouTube testen. Die 60 frames per seconde. Hey, maar zonder die Game Capture HD 60 gaat het gewoon niet lukken, hoor. Alle gekheid op dat stokkie, hè. Dit is gewoon even een testvideo om te zien of die 60 frames per seconde werken. En oh, zo te zien. Ja, dat haalt hij. Dat haalt hij met gemak. Elgato GameCatcher HD 60. Volgens mij zijn dit de 70. Ja, heb je dat gecontroleerd? Ruim voldoende, ja, dat kun je niet checken. Ik ben geen machine. Hey, laat even weten of jij het ook vloeiend vindt. Vind je het niet vloeiend? Is er wat mis met je ogen? Want het is 60 frames. Kun je niet over discussiëren. Het is gewoon het zo. Het is geen mening. En laat je conclusie even achter in de comments. Zijn we heel benieuwd naar de Elgato GameCatcher HD 60. De allerbeste Elgato GameCatcher HD 60.